Ik had laatst een goedenavond en leuk te kijken deze nieuwe. En ja, ik had laatst een video geüpload over jullie, over Kiel. Dat niet, vroeger wou ik graag een droommeisje. Dat zal ik allemaal even heel boven, later in de video, in de infokaart even toevoegen. En ja, een droommeisje, dat was best wel niet realiseerbaar toch. En ik heb nagedacht dat ik wou. En ja, mijn naam is Instagram Dorf en welkom in deze video. From time to time, before you do anything stupid, stupid, think before you speak your mind. Goed, we gaan beginnen. Ik ga eventjes gaan abonneren op jullie kanaal. Op mijn kanaal zou ik leuk vinden, hoef ik te zeggen. En ja, op mijn kanaal zou ik leuk vinden. En dan even een belletje aan te klikken. Ik wil niet kan missen op mijn kanaal qua content en qua video's of vlogs. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Oké, ik had nu een paar dagen geleden een video gehad over Chill. Dat Chill best wel leuk vond. Leuk vond, ja, gewoon leuk vond en niet meer nog. En dan kan ik even hier ook even een ietsje mogen inzetten als ik er ruimte voor heb. En anders hieronder in de infokaart. Doe een invulling in de beschrijving zet hieronder. En ja. Iedereen. Ik had eerst een droom. Dat kan waarschijnlijk niet echt. Want niet iedereen is perfect. En ja. Mijn droom was om met een relatie over iemand te hebben. Dat denk ik lichaam. Eigenlijk is dat niet echt realiseerbaar, omdat ik dus best wel, als dat hoort is de onweer, weet je dat, niks anders en niks minder. Dus ja, het is nog niet echt realiseerbaar. Misschien wel, misschien niet, omdat het meestal zijn die mijn vrouwen dames al bezet. En ja, daarom besloot ik om niet meer zo dingen te hebben zoals alleen deze dames met goed geschreven lichaam. Ik ook nog wel, maar wat minder dan eerst. En nu wat minder dan eerst. Niet iedereen is natuurlijk hetzelfde, niet iedereen is natuurlijk anders. En als het maar lief is en een goed karakter heeft, en ben je geaccepteerd met een beperking. Nu over gisteren heb ik een video gemaakt over Lisa. Hoe voel je voor dat niet meer privé? Het staat nu gewoon weer openbaar in de video over Lisa. En ik vroeg op de Free Music dat hij verliefd was. Dus staat niet, het staat nu gewoon weer openbaar. Niet meer privé, dus ja. De video van gisteren klopt niet echt meer, maar toch ook wel. En ja. Het begint niet onduidelijk voor jullie de video, begrijp ik wel. Maar voor mij is het best wel duidelijk. En van mijn mensen denken van, kan je toch niet halen zo'n groep dames? Nee, kan ik ook helemaal niet. Nee, want niet iedereen is zo als ik wil. En ja, en misschien later weer wel, maar nu kunnen we het even. Iedereen is gewoon anders en anders. En niet iedereen is zo als ik wil, qua figuur of zo. Niet zo tegen willen. Als ik niet, maar wel van tevoren, weet je. Niet iedereen is zoals iemand zou willen. En ik vind het wel mooi om te zien. Maar als het niet heeft, is het ook niet erg. Dat heb ik ook nog gezegd al in video's. Maar wel van goh, zou ik leuk vinden, weet je wel, echt tof vinden. Maar dan denk ik nu wel van, ja weet je, als het ergens het heeft, is het leuk. Anders maakt het me ook niet uit, eigenlijk. Dus ja, misschien is het nu een beetje onduidelijk. Dan dat ik weet iemand in de comments dat het onduidelijk is. En wil ik in de comments een beetje duidelijk te vertellen. Om het weer van te maken, twee video's te maken. En met 5 likes zou ik leuk vinden ongeveer, of moet niet, dat mag altijd. Gewoon even een leuk, dus ik kan met de duim omhoog. Vergeet je om te abonneren als je niet bent. Zie ik je elke dag om 8:30 uur in deze video.
Ik zeg maar mensen, tot de volgende.